yeah The advertising heroes, let's go Woo. Okay, the advertising heroes, time for you to know, know. Help you get your name buzzing for the world, time to show Help create a market plan, now it's time to get it rolling rollin'. Even offering you live in online courses, yeah, yeah Time to strategize, if you ready, let's begin For your Instagram, Facebook, LinkedIn Five years experience, the minimum So they can help you step it up, time to represent, okay Kenneth is Crash, knowledge is power. Advertising heroes, yeah, you know that they got gotcha. you. Time to take it higher, ready for whatever. Help your social media go to the next level. Uh. Advertising heroes, and they ain't stopping. Kenneth is Crash, knowledge is power. Advertising heroes, time for you to show it. Help you represent your brand, time to be heroic. Yeah, advertising heroes, let's go. En welkom iedereen bij de Advertising Heroes uh, podcast livestream. Uh, vandaag een hele, ja, je, je las het al in de, in de tekst. Ik ben getest en daar kom ik dadelijk even op terug. En kijk uh, dit via LinkedIn welkom. Als je vragen wil stellen tijdens deze uitzending, ja, laat het gewoon even weten. Hè. Uh, zet het in de reacties. Ik zie het hier en ik uh, overleg het met mijn gast. Uh, en kijk je dit via uh, YouTube, dan uh, uh, probeer je even te abonneren en klik op het belletje. Want dan uh, ontvang je uh, steeds een melding als er weer een uitzending is. En nou, zit je dit nou te luisteren via de, uh, uh, op je loopband? Hè, dat kan via Spotify, Apple Podcast. Nou, dan wens ik je ook een hele fijne uitzending toe. En uh, nou, ben je toch bedaard benieuwd hoe mijn gast eruit ziet? Dan kun je altijd nog even kijken op YouTube. Nou, deze podcast is voor ondernemers, professionals die meer willen weten over ondernemerschap, management, marketing en social media. En natuurlijk Excel. Ik, uh, ja, ik presenteer het uh, niet alleen. Ik heb vandaag een hele ja, leuke gast en. Uh, ja, deze gast heeft mij getest. Ik uh, heet welkom, uh, ja, Luc de Wulf. Hallo. Ja, hallo, dan nou, leuk. Uh, helemaal uit België hier naartoe ja, gekomen, inderdaad. He? He? Ja. ja, jeetje. En uh, hoeveel, kilometer, uh, hoeveel kilometer heb je er nou op zitten? Ja, ik denk 200. 200 ja. kilometer? Ja, oh jeetje. Dus, uh, en, en, en uh, hoe is het nou met even een kleine intro qua corona in België? Is het, ja. is het strenger in België dan bij ons? Ja, het is op sommige vlakken strenger, op andere vlakken iets minder streng. Ja. Uh, bijvoorbeeld in, in België zie je overal mondkapjes, in Nederland zie je nauwelijks mondkapjes. Um, in Nederland wordt de afstand goed, uh, goed gerespecteerd op de meeste plaatsen, in België soms wel, soms niet. Uh, maar bijvoorbeeld in het onderwijs uh, is het ontzettend streng eh, voor, voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Uh, ja, het, het varieert van plek tot plek. Ja. Nou, dus ik over mondkapjes gesproken. Ik wil even een shout-out doen voor een klant van mijn cliënt: mondkapjebezorg.nl Dus zijn mensen op zoek, dan kunnen ze daar uh, goed terecht. Ja, en waar gaan we het vandaag over hebben? Uh, je mag de microfoon trouwens echt dichterbij brengen, dus uh, je mag hem bijna opeten. Ja, <laughs> uh, ja uh, uh, wie is Luc de Wolf? Nou, ik, uh, ik heb even een kleine intro gemaakt. Uh, ik bespreek Luc de Wolf uh, zijn boek en je ziet hem in beeld. Ik kies voor mijn talent. En het mooie is, in het boek zit een speciale code. En in, met die code kun jij een online zelftest doen. Want Luc noemt zich ook wel de talentfluisteraar. En ik heb die, uh, die test gedaan. En ik wil hem eigenlijk even bespreken met de creator van deze test. Met Luc. En, uh, nou, en, en, en als jij wil weten... Wat jouw talent is, dan zou ik deze aflevering zeker uitluisteren en, uh, en wat aantekeningen nemen. Of je denkt van, hey, ik, wil, uh, ik vind het boek ook helemaal geweldig. Nou, ik kies voor mijn talent. Uh, ja, Luc, ik, ik las in jouw boek en dat vond ik toch wel iets, iets opmerkelijks. Dat slechts 17% van de mensen die werden bevraagd in 2005 ga, gaven aan dat ze het grootste deel van de dag datgene konden doen waar ze goed in zijn. Ja, dat is zeer opmerkelijk, hè? Um, en het lastige is, je moet eigenlijk weten wat het is om bij je talent te staan. Om te beseffen dat je aan je talent staat. Er zijn mensen bijvoorbeeld die ervan uitgaan dat een job per definitie hard werken is. Dat werken niet leuk is. En dat je thuiskomt, dat je moe bent uh, als je aan het werken bent. Um, maar er zijn heel veel mensen die een job kunnen doen waar ze, waar ze energie bij optanken. Hè, waar ze energie in bijtanken. Yeah. Mensen die s'avonds thuiskomen en die wat ik noem leuk moe zijn. Hè. En leuk moe zijn, dat betekent van ik ben moe, maar mentaal gezien. Dan heb ik zin om ook de volgende dag weer tegenaan te gaan. En als dat zo is, dan betekent dat dat je, dat je in je talent staat. Dan sta je in je talent. Ik zit even te denken, ik ben een hele slechte gastheer. Vergeef me, Luc, want uh, ik kan een biertje voor je uh, mm. meegenomen. Ja, ik weet niet of je hem. Uh, kan je afvliegen? Ja, absoluut. Ja, oké. Okay, dus uh, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Oh, oh, oh. Komt hij eruit of niet? Ja komt, eruit, ja. ja, komt er een beetje uit? Oh. <laughs> of net niet? Het is prima. Ja, ja, hè? ja ik, ik heb. Uh, ik heb voor mezelf een, uh, een, uh, een, uh, een sportzot meegenomen. Dat is ook een heerlijke, heerlijke, ah, ja. heerlijke biertje. Ja, dat is een brugsbier. Ja, een brugsbier. Ja, dat, is, dat is wel, ik vind België, is wat dat betreft culinair, wel uh, ja, superleuk. Want uh, Belgisch bier, hè, natuurlijk. En, uh, en dat heeft met cultuur te maken, maar het beeld uh, en stripverhalen, dat is natuurlijk, uh, ja, als je naar België kijkt, in Nederland heb je dat bijna niet hoor. Nee, dat is echt wel een, een voordeel van het land van herkomst. Een komt. goede vriend van mij maakt ook stripverhalen. En oh, die noemen ja? een boerken. En dat oh, is ja. echt een aanrader. Ja. Oh, wat geweldig. Boerken. Ja. Oh, wat grappig. Ja. Um, wat, wat is talent? Ja. Wel, de meeste, meeste mensen denken als het gaat over talent, dat talent gaat over het uitblinken in een bepaalde activiteit. Ergens de beste in zijn. Ja. Ergens in excelleren, zoals een topkok, een topdanser, een topmuzikus. Ja. Maar dat is niet mijn definitie van talent. Hè. Voor mij gaat talent niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar wel over wat die activiteit doet met jou. En dus voor mij gaat talent over elke activiteit in uw leven die voor u compleet moeiteloos gaat ja, en die jou voldoening geeft. En als je woorden vindt voor datgene wat jou voldoening geeft, dan kom je in de buurt van je talent. Ja. En een paar andere kenmerken zijn, het gaat over activiteiten die maken dat de tijd vliegt. Dan kom je in flow, de tijd die vliegt. Het zijn activiteiten die maken dat je je batterijen oplaadt. Je bent wel moe, maar je hebt er zin om er de volgende dag weer tegenaan te gaan. En het zijn bovenal ook activiteiten die maken dat je 100% authentiek jezelf kunt zijn. Ja, ja, ja. ja, ja. En vooral flow, dat vind ik een mooie. Ja, flow is een concept van Shik Sent En dat is een van de oprichters van de positieve psychologie. Ja. En uh, ja, dat is zo opgaand in een bepaalde activiteit dat je de tijd compleet uit het oog verliest. En op een bepaalde ogenblik ga je op een stoel zitten en pas dan voel je dat je moe bent. Ja. En dan kijk je op je uurwerk en je zegt van amai, de <laughs> tijd is gevlogen. Ja, ja, ja. ja. ja dat is, misschien is dat wel, als je ochtends echt fluitend je bed uitkomt, dat je weer naar je werk mag. Ja. Dat is al een teken in de goede richting, dat denk ik. Dat is een ik. goede indicatie. Hè? Ja, dat toch? je zin hebt om er de volgende dag weer tegenaan te gaan. Absoluut. Ja. Ja. Maar heel veel mensen weten gewoon niet uh, uh, wat hun talent natuurlijk is. En, uh, uh, en mensen die het wel weten, dat schrijf je in je boek, dan heb je ook het overdrijfgedrag. Wat is het overdrijfgedrag van een, van een talentvol iemand? Het overdrijfgedrag van een talentvol iemand, dat is als we, als we onder stress staan, of als we onder hevige druk staan, dan hebben we de neiging om onze talenten te gaan overdrijven. Hè. Bijvoorbeeld, een van die talenten is de talenten bezige bij. Ja. En mensen met talent bezige bij, die zijn bezig van morgens tot s'avonds. Als die veel hebben gedaan op een dag, zijn ze tevreden. Als ze niet veel konden doen, dan vinden ze dat niet leuk. Als ze in een overleg zitten waar het nergens over gaat, dan denken ze aan al de dingen die ze hadden kunnen doen, terwijl ze in dat overleg zaten. Dat is typisch talent bezige ja. bij. Ja. Nu, mensen met talent bezige bij, die halen er voldoening uit om zinvol en of Nuttig bezig te zijn. Maar onder stress, en sorry voor de uitdrukking, dan worden ja? ze soms een kip zonder kop. Ja. Het actielijstje verdubbeld, keuzes maken wordt moeilijker. Maar vooral, mensen met dit talent gaan onvoldoende luisteren naar de signalen van het lichaam dat ze rust moeten nemen. En daarom hebben wij een aantal vaardigheden bij elk van die talenten die mensen helpen op het moment dat ze het overdrijven, om daar rekening mee te houden. En bijvoorbeeld, ik zeg altijd aan mensen met het talent bezig zijn bij, zorg dat je een paar keer per jaar naar een huisje kunt gaan op de Veluwe in de Ardennen aan de zee, of waar dan ook, waar de twee wees niet aanwezig zijn. Dat is wifi en dat is wasmachine. <laughs> Waardoor je verplicht wordt om afstand en overzicht te creëren. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, wifi begrijp ik, maar waar, waarom geen wasmachine? Ja, omdat mensen met het talent bezig bij, als die thuis zijn, als die bijvoorbeeld thuis vakantie nemen, ze zeggen van dit jaar is niet op vakantie, want het is ook leuk thuis, dan zijn die toch voortdurend bezig. Ja. En soms is het goed om in de onmogelijkheid te zijn om iets te doen, om op die manier gedwongen te worden om afstand te nemen. Ja, dus eigenlijk een bezige bij. En, en wat is wat, een kenmerk van een Zou ik een bezige bij zijn, zit ik net. Nou, komen we dadelijk even op hè? In, in, in mijn test. Ben ik er bezig bij en moet ik uh, ja. een week na, of een of twee weken naar de vele? Ik denk, als jij een bezige bij zou zijn, dan ben je ja. volgens mij een bezige bij als ik dat wil, want ik vermoed dat je een ander talent hebt. Ja, die precies. Maakt dat je soms wel uh, bezige bij bent en soms helemaal niet. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja. Oh, wat leuk. Dat gaan we dadelijk helemaal ontrafelen. Ja. Ja. Hè, wat is mijn talent? Oh, uh, Sonja zegt uh, mooi omschreven. Welkom, Sonja Oerig. Uh, nou, als ik dan even kijk in, uh, naar je boek. Uh, dan zie ik dat je uh, 39 talenten hebt ingedeeld in vijf categorieën. Ja. En, uh, en ik, ik benoem ze wel even alle vijf en na de hand gaan we er even induiken. De eerste categorie is waar haal ik mijn drive uh, vandaan? De tweede is hoe ga ik om met anderen en de omgeving? De derde is uh, hoe krijg ik anderen in beweging? Nummer vier is hoe, hoe organiseer ik en creëer ik? En de laatste vijf is hoe bouw ik kennis op en los problemen op? Ja. Ja, als ik, als ik, uh, ik, ik zag trouwens nog mooie zin. Kiezen voor je talent is ondernemer zijn van je eigen talent. Is het zo moeilijk voor mensen om echt te kiezen voor hun talent? Wel, de, de eerste uitdaging is natuurlijk om te beseffen wat jouw talenten zijn. Ja. En de, je talenten op het spoor komen, dat is op zichzelf al niet, niet eenvoudig. Uh, maar op het moment dat je weet wat je talenten zijn uh, sta je voor de keuze om omgevingen te gaan kiezen die aansluiten bij je talent maar je hebt je ouders, je hebt je vrienden je hebt de dominante maatschappelijke opvattingen uh, die maken dat sommige mensen de keuze niet durven maken om ongewone dingen te doen met dat talent hey, bijvoorbeeld vorige week ontmoette ik een mevrouw en die, die werkte tot sinds kort in een advocatenkantoor en die is daar bijzonder goed in en uh, ze had een hoog loon maar ze, ze was niet blij, ze vond het niet leuk. Maar iedereen nee. was wel tevreden over haar. Ja. En nu heeft ze de stap gemaakt naar het basisonderwijs. En nu elke dag komt ze nu thuis en ze bruist van de energie. Maar ja. iedereen in haar omgeving zei, maar ga je dat wel doen? Want je verdient zo goed en, een, en een, 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 zo'n goede job en dit en dat. Het is niet omdat je iets goed kunt dat het een talent is. Hè. Het is maar op het moment dat je het goed kunt en dat je er blij van wordt... dat je je batterij erdoor oplaadt dat het ook echt een talent is. Ja, dat is, wel, dat is dus het grote verschil. Heel veel mensen zijn goed in dingen... Ja. Maar dat hoeft nog niet jouw talent te zijn. Ja, en vandaar het onderscheid tussen een competentie en een talent. Je ja. kunt perfect een competentie hebben uh, waar je goed in bent, waar je zelfs positieve feedback op krijgt. Maar als je de vraag stelt: van vliegt de tijd als ik dat doe? haal ik er voldoening uit? Dan is het antwoord nee. nee. En uh, bijvoorbeeld van die mensen die dan, uh, uh, als, als, als er wordt gevraagd voor wie maakt notities van het overleg, dan zeggen ze van ja, goh, ik zal het wel doen. <laughs> uh, ze, ze zuchten dan, waarom doe ik het dan ook alweer? En de volgende dag zegt iedereen, oh mooi, je bent zo goed in het maken van verslagen getweet wordt de secretaris van de raad van bestuur. Ja 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 ja. En dan en zit je dat dat niet op te wachten. Het. En dan zit je niet op te wachten. Nee. nee, nee, dat begrijp ik. Of dan zit je opeens bij je penningmeester ja. van een of andere vereniging. Ja. Toch? Ja, dat dat Ja, ja. Dat, dat, dat soort dingen. Ja, ik neem over een slokje bier. Heerlijk. Nul po ik heb een 0%. Ik heb een de de sportshot. Ja. Oh. En je hebt een formule. En de formule is talent en actie is talent plus gedrag plus context. Plus context. Ja. Maar ik zal eens proberen. Ja. En, uh, ik denk een van jouw talenten, vermoed ik, is dat van de woordkunstenaar. Mensen met een woordkunstenaar, dat zijn mensen die er ontzettend van genieten om precies de juiste woorden te vinden om een gedachte uit te drukken. Ja? Daar halen ze veel voldoening uit. Dat is het talent. Ja. Okay. Nu, ik ken mensen met een talentwoordkunstenaar die dat alleen maar doen in de context van de privésituatie. En dan schrijven ze gedichtjes die ze misschien zelfs aan niemand laten lezen. Oh. Andere mensen gebruiken de talentwoordkunstenaar om te, te publiceren op social media. En andere mensen, zoals ik, die schrijven een boek. Ja. Nu, dat zijn drie verschillende contexten die telkens andere vaardigheden of ander gedrag. ...verwachten die je hebt aan te leren als je in die context succesvol wil zijn met je talent. Dus talent talentwoordkunstenaar, de context is dat van het schrijven van een boek... ...en de, het gedrag is dus alle, alle vaardigheden die te maken hebben met hoe je een goed boek maakt. Ja, precies. En, en je schrijft eigenlijk ook dat als je daar niets mee doet... ...mensen zijn, mensen zijn niet lui, schrijf je in je boek, hè? Maar ik geloof dat mensen van nature niet lui zijn, eh, maar dat ze in bepaalde omstandigheden lui kunnen zijn. En ik geloof dat elke mens wel een bron heeft van intrinsieke motivatie die als het aangeboord wordt, ervoor kan zorgen dat die mensen zeer actief worden. Ja, al ja. Oh, goed. Dus eigenlijk is het, uh, um, als mensen hun talenten dus niet helemaal benutten, dat kan soms ook zijn dat ze, uh, dat heb ik ook gelezen, dat, dat, dat ze onder stress moeten opereren. Dat is natuurlijk ook een dingetje. Dat als je onder stress opereert uh, of uh, je maakt heel veel, je zit in een survival modus, ja, dan wordt het moeilijk om je eigen talenten ook te ontrafelen. Hè? Ja. zoals nu bijvoorbeeld met de coronatijd. Veel uh, professionals en ondernemers, ja, die hebben er toch last van. Ja. Uh, en uh, dan voelen ze zich gedwongen om misschien dingen te blijven doen die ze niet leuk vinden. Ja. Waar ze geen energie van krijgen. Ja. En daardoor niet durven te dromen voor een betere toekomst. Wat raad jij? Ja, maar om daar een voorbeeld van ja. te geven. Een Belgische CEO van een, van een grote organisatie. Die vertelde mij van um, mijn talent. Ik heb het talent buikdenker. Ik ben iemand, als ik in een overleg zit met mijn collega's, dan voel ik rond de tafel wat er aan het gebeuren is. Ik schakel, ik, uh, ik, uh, ik verander soms van standpunt. Niet in de zin dat ik van mening verander, maar dat ik voel dat er iets nodig is om het in een bepaalde richting te laten evolueren. Ja, 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 en nu ja, ja, ja. zegt die CEO, nu heb ik een identiteitscrisis. Want nu zit ik constant uh, van die teamvergaderingen voor te zitten met teams eh, online, oh. waarvan ik het gevoel heb dat ik op geen enkele manier in voeling ben met de dynamiek van een groep. En dan vraag ik mij af, ben ik, ben ik nog wel een? wat wat is mijn toekomst hè? dus uh, dat is wat ik dan gebeurt ja en en en, en dat en dat is dan eigenlijk die uh, is is dat het overdrijft talentgedrag op dat moment of niet wel het is een beetje omgekeerd. De, ja? de context van corona maakt het dan voor die CEO niet meer mogelijk om, zijn, om in zijn of haar talent te staan. Ja. Met als gevolg dat je s'avonds moe bent. Dat je geen zin hebt om er tegenaan te gaan. Dat je twijfelt aan je eigen kunnen. Dat je je eigen competenties in vraag begint te stellen. En dan denk je van ik heb geen talent. Of dit past niet bij mij. Dus uh, als context te veranderen, kan, kan dat ook wel heel veel doen met talenten. Ja, dat begrijp ik. Hé, hey, en dan gaan we eens even naar mijn. Uh, uh, ja, naar mijn <laughs> Naar na, na mijn eigen talentonderzoek. Ik heb hem voor je uitgeprint. Ik heb even de... Uh, ik heb ik het nog ik, niet gezien. Hè? Nee, ben dus even, even voor de luisteraars en de kijkers. Wat gebeurt er? Je gaat naar uh, mytalentbuilder.com. Daar in het boek staat een speciale code. Nou, die code, die code die voer je dan in. En vervolgens moet je heel wat vragen beantwoorden. Verdeeld onder categorieën. En als je daarmee klaar bent... dan, dan, dan staat er eigenlijk een... Uh, nou, dan, dan is eigenlijk iets, iets geactiveerd. Dan staat er een lijst bij waar je het meeste talent in hebt. Daar gaan we nu even induiken. Uh, jullie kunnen het rapport ook bekijken, want ik heb een linkje erbij gezet. Uh, en ik wil hem toch samen met de creator even bespreken. En ik heb ook gezegd uh, in het nou ja, tenminste uh, via de app van, uh, je mag alles bespreken. Ik heb absoluut geen geheimen. Uh, want uh, daardoor kunnen we toch ook wat dieper de materie in. Uh, je, en uh, Luc, je had het, je, bij, bij binnenkomst een aantal talenten opgeschreven. En jij uh, komt dat een beetje overeen. Ik weet niet of je hem al, al ziet, de talenten. Ja, ja. er komen er zeker een aantal uh, overeen. Ja? Uh, een van die talenten uh, die hierop staat bij de top 15... want ik neem meestal de top 15 als een uitgangspunt voor een talentgesprek... Ja? is de Kennispons. En mensen met een talent kennisspons die zijn zeer nieuwsgierig van nature. Um, en dat betekent dus um, dat ze... Um, als ze gestresseerd zijn en ze lezen een boek, dan worden ze rustig. Ze lezen vaak ook voor het slapen gaan of ze gaan informatie ja. opzoeken voor het slapen gaan. Mensen met een talentkennispons kunnen kennis veel makkelijker verwerken dan andere mensen. En ze halen er ook veel meer voldoening uit. Ja. En als ze iets lezen, zijn ze als nieuwsgierig naar de kennis achter de kennis of de gedachte achter de gedachte. Dat is één van jouw talenten. Ja. Nou, het is wel grappig dat je dat zegt. Uh, uh, wat, wat zeker klopt, is dat als ik een. Uh, uh, als ik uh, uh, gestrest ben, wat eigenlijk niet zo vaak voorkomt. Maar er is wel een tijd in mijn privé situatie geweest dat ik, dat ik wat gestrest was dan anders. En uh, ja, toen ging ik inderdaad heel veel boeken lezen. Ja. Dat een of andere manier, dat, dat was mijn, uh, dat bracht mij tot, uh, tot, uh, tot rust. Ja, een ander talent wat ik ook opgeschreven heb is het talent buikdenker. Dat is jouw 15. Ja. En uh, mensen met talent buikdenker, die zijn zeer intuïtief. Ja, dat betekent dat die, uh, die vinden het niet erg om onvoorbereid in een gesprek te gaan. Uh, in die zin dat ze niet alles van tevoren willen plannen van een gesprek, omdat ze weten dat ze in een gesprek enthousiast kunnen worden. Ja. En dan krijgen ze split intuïtieve inzichten in de kern van de zaak. En dat vinden ze geweldig. Ja. En dat is het talentbuik denk ik. Ja. Ja. En mensen die, die zoals jou uh, interviews doen van mensen, die hebben heel vaak uh, het talentbuik denk ik. Ja, ik moet wel zeggen, daar is iets in veranderd. Uh, en dat heeft te maken met het format van, van de show. Hmm. Uh, ik heb vanavond ook een podcast, dat is uh, Retro Smash. Nou, dat is daar ga, ga ik dan het buikgevoel. we ja. uh, dat, dat ik, we spreken af om iets te kijken en dat bespreken we. Nou, van tevoren weet ik niet hoe zo'n show gaat. Ja, dat, is, uh, dat is typisch de buik. Precies. Ja. Maar deze show dat, dat, dat bereid ik wel voor, Tuurlijk, omdat ja. uh, uh, ik, ik lees het boek. Tuurlijk. Ja. En uh, en dan ga ik wel in mijn hoofd al een soort plan maken van oké, okay, hoe kunnen wij ja. uh, dit bespreken. Ja. Dus uh, staat, dat, staat dat een beetje in uh, haaks op buikdenker? Dat je het van nee. tevoren dat je het al voor je nee, ziet? absoluut niet. Want je nee? hebt ook het talent planmaker. Hè. Dat zit ook in jouw top 15. Dat uh, staat ook redelijk hoog bij jou. Het talent. Dat is jouw ja. tweede talent. En mensen met een talent planmaker... die maken lijstjes in hun hoofd... van alles wat ze zouden willen bespreken in dit geval. Ja. En wat je dus ziet... je hebt het talent buikdenker... je hebt ook het talent planmaker. En dat combineert zich met elkaar. Wat leuk. Dat betekent dat je het feit vindt... om eerst iets te lezen vanuit het talent kennisbonds. Ja. Dan maak je een plannetje in je hoofd... van wat je allemaal zou willen bespreken... En toch ga je in het gesprek jouw intuïtie uh, de vrije loop laten binnen het plan om een mooi gesprek te hebben met mensen. En zo zie je hoe talenten met elkaar samenwerken. Ja, precies. Ja, en hoe je daarmee gebruik van kan maken. Ja. Hey, en bovenaan. Zag ik, en dat vond ik wel grappig, er stond rots. Ja. Wat is een rots? Wel, mensen met het talent Rots dat zijn mensen die zelfs zeker overkomen bij anderen. Ze stralen ook een rust uit. Hè. Mensen vinden het fijn om met iemand in gesprek te zijn met het talent Rots, omdat die rust uitstraalt. Het is niet dat die soms niet twijfelen of onzeker zijn, uh, maar ze hebben een soort intern kompas van: ik weet wie ik ben, ik weet waar ik voor sta en ik weet wat ik belangrijk uh, vind. En dat maakt dat ze die rust ook kunnen uitstralen naar anderen. Ja. Oké, okay, dus, want die stond bij mij boven leuk. Die stond ja. bovenaan. Ja, weet je, het is toch wel leuk, want je gaat toch heel erg. Uh, uh, en en dat, is, uh, dat is het blokje waar ik haal ik mijn drive vandaan. Dus dat is de rots. Uh, de zichtbare de presteerder. Ja. De, de, ik zal, zal ze even opnoemen: de, de, de fouten-speurneus. Ja. Uh, en ik moet het zo zien dat, dat wat bovenaan staat, dan ben ik het meest. En wat onderaan staat, ben ik het minst. Ja. En tegelijkertijd, we hebben een tool gemaakt ja. en die is geen waarheid. Ik bedoel daarmee, die tool probeert jou te helpen om jouw talenten te inventariseren. Maar op het moment dat je die, die de resultaten doorneemt, is het belangrijk dat je zelf voor jezelf beslist van herken ik mij hierin? Ja. Uh, want de enige, van, de enige van de hele wereld die kan bepalen wat een talent is, dat ben jij zelf. Ja. Ik kan niet voor jou be bepalen wat jouw talenten zijn, want jij bent de enige die kan voelen of het ook klopt dat je er voldoening uit haalt. Ja. En in die zin hebben wij die tool gemaakt, uh, zodat medewerkers een gesprek kunnen voorbereiden met een leidinggevende uh, aan de hand van deze talenten. En dat gebeurt al in honderden organisaties en bedrijven in, in Nederland en in Vlaanderen. Jij zei KLM al, hè? Ja, het cabinepersoneel van de ja. KLM is een van de eerste uh, uh, groepen mensen die dit materiaal heeft verwerkt, maar ook bij Deloitte, uh, Umicore, uh, Johnson Johnson, uh, bij, bij Rabobank ook op een aantal plaatsen. Dus op veel plaatsen wordt dit materiaal al gebruikt. Al ja. oh, geweldig. Ja, ik, nou, ik, ik moet ook zeggen, ik was, uh, de, uh, waren veel vragen. Wat ik leuk van de vragen vond, ik vond ze anders dan andere vragen die ik ooit heb gehad. Ja. He? En, en vooral omdat uh, ze gaven ook uh, terwijl je ze aan het beantwoorden bent een uh, soms kom je iets waar, waar je over twijfelt. Hmm, ben ik dit? Maar soms was het ook voor mij... Uh, 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 nou, bijvoorbeeld het rustig worden van een boek. Ja. Onder stress situatie. Dat, dat, dat ben ik. Ja. Dat, ben, dat is 100% en dat heb ik nog nooit ergens gelezen. Ja. Dat er mensen zijn die rustig worden van het, het lezen van een kennisboek. Ja, en... De, de reden waarom we dat hebben kunnen maken is. Dit is geen, uh, geen tool die ontwikkeld is vanuit een Big Five uh, persoonlijkheidstheorie. Om dat dan te vertalen en te operationaliseren top-down in zoveel verschillende vragen. Uh, deze tool is ontstaan uit honderden gesprekken. die mijn collega's Peter en Els en ik zelf gedaan hebben met mensen. En op basis daarvan hebben we die talenten gemaakt. En. Um, het ontstaat vanuit het feit dat als ik bijvoorbeeld met jou bespreek van herken jij dat? Dat als je onder stress staat en je leest een boek dat je rustig wordt, dan gaan mensen spontaan knikken. Ja, ja. En die zinnetjes waarbij mensen voortdurend knikten toen ja. we die gesprekken deden, die hebben we genoteerd. Omdat die blijkbaar het meest herkenbaar waren. He? Ja. Bijvoorbeeld bij dat talentenbezige bij, dan zeg ik van herken je dat dan als je s'avonds uh, uh, beslist om een boek te lezen of om een film te kijken na het vele werken? Um, dat je dan, uh, als er nog wat rommel ligt, dat eerst nog gaat opruimen voor je op de bank gaat zitten, zeggen mensen, ja, ja, dat herken ik. En dan zeg ik van, en zet je dan nog eens de vaatwasmachine aan of de wasmachine om het gevoel te hebben dat er iets gebeurt in jouw huis terwijl jij het ontspannen bent, ja, 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 zeggen mensen, dat herken ik. <laughs> en dus al, al die zinnetjes die maken dat mensen resoneren, dat ze dat herkennen, die zinnetjes hebben we samengebracht in die talenten. Oh, het mooi. Ja. Ik... ik... Ja, wat ik ook heel graag... de onderin staat van... waar haal ik mijn draai vandaan? Onderaan staat... en dat vond ik ook... dat is ook een... een, een soms is het ook iets een evolutie... Hè? in je eigen ja. gedrag. De zeggen. ja zeggen. Ik, ik weet dat ik vroeger... toen ik net begon met werken... dat ik wel een ja zeggen was. Uh, van, en daar heb je van geleerd. En toen ik met mijn eigen bedrijf begon... is dat steeds meer afgeleerd. Dus ik zeg... Uh, ik, volgens mij zeg ik meer een deel zo. Nee, dat, dat doe ik niet. Ja. En en maar puur dat is al gekomen omdat je weet dat focus helpt je met alles. Ja. Want bij een aantal talenten hebben mensen het gevoel, talent, talent, ik heb er al heel mijn leven last van. En die ja-zegger is daar een voorbeeld bij. Ja. Van, hè? Mensen met talent ja-zegger, dat zijn mensen die, als iemand die voor hen belangrijk is, hen iets vraagt, dan is de kans groot dat ze ja gaan zeggen. En mm -hmm. als ze ja zeggen, gaan ze er alles, maar dan ook alles aan doen om hun verantwoordelijkheid na te komen. Ja. Maar het risico is dat je natuurlijk ook ja gaat zeggen tegen mensen die je niet belangrijk vindt. Uh, ten aanzien van mensen die je niet leuk vindt. Of ja. dat je ja zegt ten aanzien van iets waar je niet goed in bent. Met als gevolg dat je het misschien niet kunt waarmaken, dat je het gedaan hebt om die persoon plezier te doen, maar dat die persoon uiteindelijk niet tevreden is over wat je hebt gedaan. En dat steed je natuurlijk in je eigen vel. Ja, ja nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Dat is, dat, is eigenlijk wat er, dat, is, dat is eigenlijk wat er met heel veel mensen gebeurt, is dat ze... Hun laten uh, dat ze hun eigen dromen niet waarmaken. omdat ze andermans dromen willen leven. En dat komt ja. een beetje door, door het jaar, zeggen. Dat zou kunnen, door dit talent. Ja, ja. 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 Uh, nou, dan ga ik even naar hoe ga ik om met anderen. Ja. Uh, en de omgeving. En wat ik heel Dat verbaast mij, wat is een sfeervoeler? Ja, mensen met een sfeer dat zijn mensen, als ze ergens binnenkomen en er is net een conflict geweest, dan hebben ze dat bijna onmiddellijk gevoeld, ja, sneller dan klopt. een schaduw. Ja, ja. Ze zien aan één trek op het gezicht bij iemand dat een opmerking niet goed is gevallen. Ja. En ze zijn er een kampioen in om kleine dingen te doen om ervoor te zorgen dat andere mensen zich beter voelen. Het is een zeer fijn talent, maar sommige mensen hebben er ook last van. Ja. Want als je dit talent hebt en je moet verblijven of vertoeven in een omgeving met veel. Stress of verdriet, daaraan gaat zich dat vertalen als een soort constante stress op je leven, omdat alles in je leven zegt: Van ik wil hier nu niet zijn, maar dan moet je er wel zijn. Ja, dus uh, het is een prachtig talent, maar je oh, dus er ook last van hebben. Ja, nou, ik dit is wel grappig, Want ik sfeer voelen, nou begrijp ik hem ook. En ik dacht, een sfeer brenger, nou dat ben ik niet helemaal, ja. hè, maar sfeer voelen begrijp Want ik heb inderdaad wel eens uh, in mijn werkende periode toen ik in het loondienst was, dat ik grote verraderingen had waar de verkoopdirecteur even heel boos werd. En, en dat ik zag wat dat deed met die andere mensen. En toen heb ik echt, toen was, werd ik gewoon mijn energie leeggetrokken. Ja, voilà. Ja, niet zozeer gebeurt. van mezelf, maar wat ja, er omheen gebeurde. Is precies wat er gebeurt. Ja, ja. Ja, ja, en op een gegeven moment heb ik van iemand dat je moet gewoon even aarden, beide voeten op de grond. Ja. En dan gaat het een stuk beter. Dus dat is ja. ook een tip even voor de luisteraars en kijkers. Ja. Ja. Maar vooral uh, als je een talentsfeervoeler hebt: en bijvoorbeeld mensen met een talentsfeervoeler. en die leven in een nieuw samengesteld gezin. en er zijn heel veel kinderen en er is uh, veel complexiteit in een relatie. en die hebben een talentsfeervoeler, dan, dan voelen die voortdurend alles wat er aan de hand is. En waar die dan vooral behoefte aan hebben, is bijvoorbeeld om in het huis een eigen kamer te hebben of achteraan in de tuin een eigen huisje, eh, waar je je kunt terugtrekken en waar je eh, zonder prikkels eh, kunt loskomen van de spanning. Eh, ja. eigen ruimte hebben. En dat, ja. is, dat is ontzettend belangrijk als je dit talent hebt. Nou, als je deze de, dit kantoor bekijkt, ja, <laughs> dan kwam je er volgens mij al een beetje achter. Ja, tuurlijk, ja. ja. Ja, ja, Want je zei al van toen je binnenkwam, bij tijdens het gesprek, dat ging heel snel. Want je je bent ook een, een talentfluisteraar. Ja. Dan, uh, dan zijn het. Kijk je dan niet alleen naar de persoon, maar ook naar de omgeving? Ja, de omgeving, de persoon, het non-verbale. Ja. Um, er is een talent uh, waarvan het mij verbaast uh, dat het bij jou niet in de, uh, in de top 15 staat. Ja. En ik wil eens bewijzen dat dat misschien wel klopt. Uh, dat het er had moeten instaan. Hè? Want ja. we zeggen altijd van die tool die heeft jou een, 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 een spiegel van jouw talenten, maar soms helpt het wel eens door die andere talenten te gaan kijken. Want zou het kunnen kloppen dat jij soms linken maakt in je hoofd tussen zaken waar andere mensen geen linken tussen zouden maken? Ja, het altijd. En dan combineert met ja. een nieuw idee ja. en dat super enthousiast wordt en het liefst ja. onmiddellijk daar iets over wil zeggen? Ja, ja. absoluut. Dat is de talent ideeën fontein. En dat had oh. hoger moeten staan. Ja ja. ja, ja, ja. Nee, absoluut. En mensen met een talent ideeën fontein, die hebben een absolute hekel aan het woordje moeten. Ja. als iemand hen op de vingers zit te kijken en zit te zeggen van hoe ze iets moeten doen, dan worden ze compleet hulpeloos van <laughs> ja. en ze hebben heel veel behoefte aan autonomie ja. Ja. en dat betekent dat ze als het gaat over samenwerken, hebben ze momenten nodig van helemaal alleen kunnen werken en momenten van samen ja. maar dit voortdurend samen, oh, dat, ze, dat, dat is niet goed voor mensen met een talent idee. Nee. Dus die wisselwerking tussen alleen en samen, dat is ideaal. Ja, dat, dat klopt. ken je waarschijnlijk ja, wel. Hè? Ja, ja, ja. En dan kijk naar Edford Tuijzen dat samenwerken. Ja, ja. En academy is toch, daar ben ik alleen uh, de, de kennis aan het delen met, met, het, uh, met, ja. de, met, met de trainings. Maar uh, ja, dat, dat klopt helemaal. En wat ik, wat ik ook heel grappig vond, is wat. Uh, uh, en dat zullen mensen zich misschien wel verbazen, Maar wat, wat een van mijn minste talenten is, die op nummertje 39 stond. Dat was creatieve maker. Ja, maar dat heeft te maken met de, de, met de manier waarop we dat gedefinieerd hebben. Ja. Mensen met een creatieve maker zijn mensen die ontzettend genieten van het tactiele contact tussen hun handen en materie. Ja, heb ik totaal niet, inderdaad. Nee. Ja. Nee. Jij bent natuurlijk creatief en die ideeënfontein ja. is de invulling van de creativiteit in jou. Ja. Hè? Ja. Um, maar die creatieve maker gaat over mensen die bijvoorbeeld uh, s'avonds uh, na het werk uh, bezig zijn met, uh, met, met, in, de, in de keuken met ingrediënten, of ze breien <laughs> of, ze, of ze boetseren. Ja. Uh, Als ja. ze tekenen. En ja. Mensen met talent Creatieve Maker, die, die, die komen volledig tot rust in die activiteit. Het ja. zijn van de best mogelijke manieren om te disconnecteren en om tot rust te komen. Ja, wat, wat, wat grappig. En, want inderdaad, ik heb heel veel uh, zaken heb ik op nee geklikt of op één. Uh, dat was, uh, uh, was meer handenarbeid en, uh, ja, en ik zag meteen dat ik mezelf aan het klussen was met een stuk hout. Nou, als je me ergens, als je me ergens heel, heel, uh, geen plezier meer wilt doen... Ja. dan is het dat wel, ja. ja. Ja, klopt. Ja, dus dat is dus eigenlijk de creatieve ja. uh, maker. Dat is echt met je handen, fysiek, iets ja. maakt. Ja. En in die zin is het ook wel goed uh, om te beseffen van die woorden op zich, die termen, die roepen al een bepaald idee op van ja. die talenten. En daarom is het goed om toch het materiaal te bestuderen. Om, om inzicht te krijgen in wat er werkelijk wordt bedoeld met die talenten. Precies. En daarom trainen wij mensen natuurlijk uiteraard in het, in het leren snappen uh, van die talenten. In de eerste plaats door het op hen zelf toe te passen. Ja. 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 ja, maar het staat ook heel duidelijk in het boek hoor. Ja. Um, wat ik, uh, dan, hoe krijg ik anderen in beweging? Ja. En bovenaan staat de zinzoeker. Ja. Wat, wat is een zinzoeker? Mensen met een zinzoeker, dat zijn mensen die gedreven worden door een aantal waarden. Ja. Hè? Een aantal waarden uh, en dat kunnen godsdienstige of spirituele waarden zijn. Dat kunnen meer algemeen humanitaire waarden zijn, zoals respect, gelijkwaardigheid, eerlijkheid, transparantie. Um, maar dat kunnen ook thematische waarden zijn, zoals het klimaat of het milieu. En mensen met talent, zinzoekers, gaan elke dag weer beslissingen nemen die nauw in contact staan met die waarden. En ja. bijvoorbeeld, mijn oudste zoon, als ik naar de supermarkt ga, dan zeg ik van sappen Wil je dat ik iets meebreng van de supermarkt? En dan zegt Seppe van, Ja, papa, frambozen. Maar alleen als ze in België of Nederland geproduceerd zijn. Als er durf naar huis komen met producten die niet op een duurzame manier zijn geteeld, dan gaat hij er opwerking over maken. En elke dag weer neemt hij beslissingen Vanuit zijn waak, dus wat mooi talent. Ja ja. ja, ja, nou dat klopt. Advertising Heroes, de naam van mijn bedrijf, is daarom al gekozen. Ja. Omdat uh, bij ja, reclamebureaus niet altijd een goede naam dat weet iedereen. Dat zal in België ook wel uh, zo zijn. En ik zei van, we zijn helden, geen schurken. Ja, dus vanuit die, dat waardekompas, die normkompas, heb ik het, ben ik dat ook begonnen. Ja. En als je dan mensen om je heen verzamelt die goed zijn in iets, dat zijn ook vakidioten. Ja. En die, die, die kunnen zich dus ja, op een goede manier kwaad maken voor het beste resultaat. Ja. Maar dat, 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 dat sluit ook wel aan bij die gedachte dat, dat, dat voor jou in die samenwerking, uh, dat je volgens mij zeer selectief bent met wie je samenwerkt. Omdat samenwerken ja. voor jou veel energie vraagt. Ja, hè? Je absoluut. Je veel energie op. Maar als je voelt dat er een klik is op die waarden, dan stroomt het en gaat het veel makkelijker om met mensen samen te werken. Ja, ja. 100%. procent. Ja. Ja. En dat is het duale van mij. Uh, en dat, en dat, dat, dat zullen mensen er ook verbaasd. Daar kwam ik eigenlijk ook achter tijdens het invullen. Want normaal denk je niet zo heel na over waarom je dingen doet. Hè? Omdat mm -hmm. uh, je hebt een plan, dat voer je uit. Het duale is dat, uh, en dat zijn voor mij wel twee werelden. Uh, advertising heroes, dan maken we uh, creatieve campagnes voor de klanten. Daar werk ik mee samen met, met mensen. Uh, maar ik vind het ook heerlijk om mij terug te trekken. En een training voor te bereiden, op te nemen. En, uh, en, en, en met klanten daarover, of uh, mensen die ik train, daarover te praten. Uh, maar ik merk wel, misschien even ook met, met hoe ouder je wordt, maar dat je steeds minder uh, geniet van samenwerken. Ja, maar ik denk dat bijvoorbeeld er is een talent en dat noemt het talent sterkte architect hè? Ja. en uh, dat is een talent van mensen die ontzettend houden van samenwerken met andere mensen die ja. voortdurend willen samenwerken en die er vooral van genieten hoe ze samen met anderen iets tot stand kunnen brengen waarin iedereen vanuit zijn eigen talenten vanuit zijn eigen kwaliteiten kan bijdragen tot het groepsresultaat ja. en die mensen die genieten daar ten volle van ja. ze gaan ook misschien, misschien wel af en toe zin hebben om alleen te zijn of autonoom te kunnen werken uh, maar dat samen is voor die mensen veel veel belangrijker. Ja, ja. Nou, dat heb ik tot Totaal niet. Ja, oké. Okay. Voilà. Nee, is wel maar heel dat grappig. Maakt, dat maakt mensen ook verschillend. Ja. En de manier van kijken naar deze talenten is ook een manier van kijken waarin je begrip leert opbrengen en mildheid voor hoe andere mensen anders zijn dan jij. Ja, dat daarom. je snapt dat de talenten van, de, van jouw collega maken, dat jouw collega geniet van bepaalde activiteiten en dat jij daar minder van geniet. En, want een groot ja. gevaar van mensen is dat ze hun eigen talenten opdringen aan anderen. He, als ik graag samen met mensen iets realiseer waarin iedereen voortdurend meedoet en als jij zegt, van ik heb daar even geen zin in, voor je, voor je het weet ga ik jou veroordelen. Ja. Van ja, je bent een aanzelganger, ja. je bent te veel ego, je bent een te grote individualist. Maar dan doe ik dat vanuit een oordeel dat ontstaat vanuit mijn talenten. Ja, en begrijp. als ik begrijp waar dat vandaan komt en dat jij op je best bent, als je soms samen kunt klikken en intensief kunt samenwerken, maar ook veel tijd nodig hebt om alleen dingen te realiseren, dan gaan we elkaar veel beter begrijpen. Dan ja. gaan we ook veel beter kunnen samenwerken. Ah, en ik begrijp dat het voor, voor, uh, voor werk, want het komt ook aan het eind van je boek voor in je werk, Scholengemeenschap, uh, dat dat gewoon super belangrijk is. Ja, absoluut. Um, als je nou het zinnetje. Ik had net een zinnetje in mijn hoofd. Uh, oh ja, uh, 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 dat moet je niet voor iemand anders invullen. Misschien heb je dat in België. Is dat dezelfde terminologie? Ja. Dat je iets voor iemand anders gaat invullen. Ja. Uh, uh, wat van, wat van karaktereigenschap past daarbij? Wat van talent? Um. Dat je geneigd bent om, uh, dat je denkt van, oh, die persoon gaat nu bellen. Oh, dat zal zeker daar en daar over gaan. Ja. En, terwijl dat helemaal niet zo is. Of dat je denkt, ah, die is een beetje boos op mij. En dan krijg je een mailtje en dan valt het reuze mee. Ja. Hm. Ik, <laughs> um, ik, ik denk persoonlijk dat jouw talent van ideeën vond ja? Dat dat maakt dat je heel veel autonomie nodig hebt. En dat je het helemaal niet fijn vindt dat iemand anders probeert in te vullen voor jouzelf Hoe jij je zou moeten voelen. Hoe jij je voelt. Wat je nee. denkt. Wanneer je denkt. En dat voor jou onafhankelijkheid. Echte pure onafhankelijkheid. En van daaruit mensen ontmoeten voor jou ontzettend belangrijk is. Ja, ja, zou dat ja, ja. kunnen zijn? Ja. Ja, misschien wel. Ja, ja. absoluut. Ja. Absoluut. Ja. ja. Ja, daarom. Ik vind eigenlijk is... Eigenlijk zeg je dat ideeënfontein eigenlijk uh, bovenaan zou moeten staan. Nee, niet bovenaan, maar ik zou het in een beetje een naar boven geschoven hebben. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, Wat leuk. Nee, ja. maar ik begrijp hem. dat het, Dit ja. is een indicatie. Hm. En, uh, en natuurlijk ook... Um, uh, want om een aan te vragen heb ik ook best wel even getwijfeld. Hoe sta ik er nu in? Dus was ook, hè, hoe sta ik er nu in? Ja. Dat is ook een beetje omdat je toch uh, steeds meer... Uh, zo heb ik mijn werk ook ontwikkeld. Steeds meer uh, werk naar je eigen geluk je, 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 je richt je werk in hoe jij het leuk vindt om te werken, ja. anders word je ook geen ondernemer. Anders ben je Duurlijk, gewoon ja. een loondienst van je eigen onderneming. Dus het domste denk ik, wat je als ondernemer ja. kan doen. Ja, dan volg je passie. En, uh, en omdat dat steeds duidelijker wordt, uh, werden sommige dingen heel duidelijk voor mij. En sommige dingen was ik nog even van twijfelen. Oké, okay, ja. en, en dat is de nummer ja, is drie. Prima, dat is prima. Want ja. We hebben ook veel materiaal ontwikkeld. Hè. Bijvoorbeeld, dit zijn, de, dit zijn de talentenkaarten die wij, uh, die wij gemaakt hebben. Ja. Um, en dat, dat is materiaal die je dan kunt onderzoeken. We zeggen vaak van oké, okay, maar laat, laat die kaarten ook eens lezen door jouw partner. Ja. Of laat die kaarten ook eens lezen door een collega. En neem voor jezelf de tijd. En, uh, veel mensen doen er lang over om uiteindelijk te kijken van wat zijn de talenten die voor mij het belangrijkste zijn. Om vervolgens keuzes te gaan maken in een loopbaan. Of te gaan kijken van hoe kan ik in mijn job nog veel meer vanuit mijn talenten te werken. En bovendien die talenten evolueren. Um, ja. In sommige periodes van je loopbaan ga je zien dat bepaalde talenten veel meer naar boven gaan. En dat andere talenten naar de achtergrond gaan. Dat is ook prima. Ja, dat is heel Maar wat leuk, we ja. vooral willen doen, is een taal aanreiken waardoor op een positieve manier mensen het kunnen hebben over wie ze zijn. Want je zei van, ik ben getest. Ja. Uh, dit is een test, een test die altijd positief is. Deze, ja. deze, deze test is altijd positief. Want je leert ja. Maar bij corona is, goed, hè, je ja, positief corona is dat, heeft, dat niet goed, als je positief bent. Maar deze test <laughs> is, is wel altijd positief. positief. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Ja, nee, maar dat is... En, en dan zie ik ook, uh, even kijken, uh, 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 wat, is een, wat bij mij dan onderaan stond, hè, bij hoe krijg ik anderen in beweging, dat is dan de, de, de sterkte architect, waar je het net over had. Daar had ik het net over. Ja. ja. En dat vond jij niet leuk. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat uitlegde, ja, ja, ja. Inderdaad, ja. Ja, dat ja, nou, klopt. Voor mij is dat een... Uh, een, uh, een uh, uh, laat ik zeggen, het, 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 ik, um, en, en, en ik begrijp, de, de contradictie met de rots, omdat uh, je, hebt, je maakt een planning en zo wil ik het uitvoeren. En uh, mensen wel overtuigen en meenemen dat verhaal, dat heb ik ook geleerd. Hè? Mm -hmm. uh, ik wil dat mijn oude baas zei, Jacques, je loopt te ver voor de troepen vooruit. Ja, dat is typisch. Dit, ja, 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 je moet even, je moet het, wel het proces uitleggen. Maar uh, ik heb uh, om, om op een gegeven moment over gevoel te praten, terwijl ik denk, joh, we zitten gewoon in de business en dat moet nu doorgeramd worden. Ja. 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 <laughs> dat dus grappig, ja. Dat is grappig, hè? Ja, zeker. Ja. Um, nou, hoe organiseer ik en creëer ik? En bovenaan staat gelukkig een plan maken. Ja. Wat is, wat is, wat is, en, en daaronder is dat, uh, dat de creatieve maken. De creatieve maken is dus met handen, wat we net zeiden. Maar wat is, wat is de plan maken? Mensen met talent plan maken, dat zijn mensen die als ze gaan slapen, dan hebben ze vaak al een lijstje voor ogen van alles wat ze de volgende dag willen doen. Ja. Ofwel op papier, ofwel in het hoofd. En als ze dat lijstje kunnen afwerken, dan zijn ze blij. Als ze dat lijstje niet kunnen afwerken, dan, uh, dan vinden ze dat niet leuk. En vaak zijn ze er ook goed in om een abstract plan te uh, abstract idee te vertalen naar een concreet plan. Ja. Um, en dan zie je bijvoorbeeld dat als mensen zowel het talent uh, bezige bij als planmaker hebben, ja, dat zijn super efficiënte mensen, ja. hè, want ze zijn altijd zinvol en nuttig bezig. En ze weten altijd wat, wat ze nog willen doen in de loop van de dag. Het risico is wel, die bezige bij loopt het risico om een kip zonder kop te worden. De planmaker ook onder stress en dan krijg je een dubbele kip zonder kop. Hè. Dus, uh, <laughs> dat, dat is het risico doen. bij die combinatie ja. van die twee talenten. En ja. dat, dat is het leuke, als, als je mensen begeleidt rond die talenten, dat het... Pas echt leuk wordt als je ziet hoe die talenten samen een geheel vormen. Ja, ja, ja. Hoe die samen één verhaal vormen, waardoor je samen met je medewerker kunt begrijpen van hoe het komt dat hij een bepaalde situatie ofwel zeer leuk vindt of minder leuk vindt. En dat je als, leer, als leidinggevende ook loskomt van je eigen talenten. Van je, en dat je die niet zomaar gaat, gaat gaan projecteren op je medewerker. En dat je snapt hoe die anders is en wat die behoeften zijn. Nou, wat ik, wat ik, uh, wat ik echt uh, toen ik dat las, dacht, ja, dat kan ik me, daar ben ik zelf een voorvechter van. Uh, en dat, is, uh, dat kom je ook in social media tegen content uh, versus context. Mm. En ik denk dat het heel goed is uh, als je als je nadenkt van in welke context ga ik mijn eigen talenten uh, uh, gebruiken. Ja. Uh, en, en die kun je ook zelf maken. Hè? Je ja. kan je eigen context maken. Ja. Ik heb uh, al tientallen studenten begeleid hè, van de universiteit, van de hogescholen, om een stage bij mij te doen. Ja. En uh, mijn belangrijkste principe is eerst wie en dan wat. Ja. En dat betekent dat je eerst kennis maakt met de studenten. Een tijdje mee optrekt en op zoek gaat, wat zijn die talenten? En waar komt die energie vandaan? Waar, waar ligt de passie? En pas dan bedenk ik de definitieve stageopdracht. Ja, ja, ja. En die studenten hebben bijna altijd fantastische resultaten. Omdat je gewoon een opdracht bouwt rond het talent. En hoe zou het zijn als bedrijven, jonge mensen, jonge getalenteerde mensen die net afgestudeerd zijn, die aantrekken op basis van hun potentieel. En vervolgens ja. talentonderzoek doen. En vervolgens een job of een context gaan creëren waarin dat talent kan floreren. En dan krijg je bedrijven waar de oudere mensen of de meer ervaren mensen meer leren van de jongen. Mensen dan omgekeerd. Ja. En dat noemen we reverse mentoring. Hè? Omgekeerd leren. Jonge mensen de mentor laten zijn van de ervaren mensen. Ik heb al zoveel geleerd van jonge collega's. En bijvoorbeeld Niel, Niel van Meeuwen, eh, die mee de online tool heeft gemaakt samen met mij en Lano Campus. Niel is een jonge collega waarvan ik onmiddellijk voelde, daar wil ik mee aan de slag. En, uh, en ik was nieuwsgierig naar zijn talenten. En die heeft fantastische dingen gedaan samen met mij in de voorbije jaren. Ja. Ah, wat goed. Ja, ik... ik uh, um ik kan me echt voorstellen dat als bedrijfscijnen uh, dit gaan hanteren. Hè, dus de, de, de test uh, en dan uh, met een verdieping dat, dan ga je op een hele andere manier ga je bedrijf gebruiken. In het voorgesprek hadden we het er al over hoe de onderwijs eigenlijk werkt. Dat men probeert toch van een zesje een zeven te maken. Ja. Uh, ja. Hoe wel, kijk jij daarnaar? Ja, wel, ik zeg altijd in het onderwijs: hè, als je lang op een stoel kunt zitten, als je leesbare notities kunt maken, als je goed kunt analyseren, als je goed kunt structureren, als je goed kunt memoriseren en op het moment van het examen je kennis kunt reproduceren zonder te veel stress, dan heb je ongelooflijk veel geluk, want dan heb je talenten die passen bij het onderwijs. Ja. En, uh, maar er zijn ook heel veel jongeren die talenten hebben die niet zo goed passen bij het onderwijs. En die voelen zich vaak dom en vaak krijgen ze er nog eens een label bovenop. En ik zeg dan altijd: let op. Hè, het onderwijs is niet het leven. De nee. talenten die je nodig hebt om het goed te doen in het onderwijs zijn niet altijd de talenten die je nodig hebt om het goed te doen in het leven. En uiteraard is er een overlap. En uiteraard is het super als je, als je het goed doet in het onderwijs. Maar er zijn ook kinderen die fantastische talenten hebben en die kunnen scoren als volwassenen. Um, maar die, die dan denken van ja, aangezien ik geen talenten heb die, die passen bij het onderwijs, ik pas niet in deze samenleving. Maar dat is niet zo. En er zijn zoveel fantastische voorbeelden van mensen die dat hebben waargemaakt. Zou, zou dat niet gewoon een vak moeten worden? Gewoon, je hebt geschiedenis, natuurkunde en talentontwikkeling. Nou, er zijn al veel hogescholen waar, uh, waar het boek Ik Kies voor Mijn Talent als, uh, als handboek wordt gebruikt in de opleiding. Ja. Um, en waar studenten leren hun eigen talenten te verkennen. Um, en gelukkig zijn er al honderden scholen, ook in Nederland, aan wie ik het verhaal heb mogen vertellen. En we hebben uh, scholen die talentenfluisteraar school zijn. En die zich engageren dat elk kind wat op die school les volgt zijn talenten zal leren kennen. De stad Zwolle uh, heeft het predicaat van. Uh, Kindertalentenfluisteraar, Stad, omdat de stad Zwolle de intentie heeft dat elk kind die geboren wordt in de stad Zwolle zijn talenten zal leren kennen. En honderden mensen hebben we al opgeleid daar. Je dus hebt het over de... Zwolle in Nederland. Zwolle in Nederland. Oh. Ja. Gent is de eerste stad. Ja. Zwolle is ermee bezig. We zijn in Curaçao geweest, en Bonaire is oh, in Bonaire. in zuid leuk! Dus het is een beweging ja. van, van mensen in het onderwijs die van danaf al dat, dat gedachtegoed willen vormgeven. En dat is de beste manier om mensen voor te bereiden om dat ook in het bedrijfsleven later te doen. Ja. Hey, en, en hoe ga je laten zeggen, je bent een leidinggevende. Hm? De waarom vraag is natuurlijk, denk ik. Maar misschien vul ik het nu in en als ik het niet goed heb, uh, verbeter mij alsjeblieft. Uh, maar dat natuurlijk uh, dat je organisatie dan steeds uh, meer, uh, 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 meer energie krijgt en dus beter voor het eindresultaat. Dat kan dan omzet zijn. Hét, ik denk dat dat de beweegreden is van hoe laten we een team beter hm? presteren. Um, maar hoe, hoe gaat zoiets te werken? Laat zeggen, je bent een leidinggevende en je denkt: van ja, weet je, ik begrijp, ik begrijp dat we mensen moeten hebben met die. Uh ja, ik zit even hardop te denken. Ja. Ik, heb, ik, ik heb Vorige week heb ik een, heb ik een gesprek gehad met een, met een personal trainer. En dan hadden we het over American football. We hadden een, uh, een, uh, een documentaire van Netflix gekeken, dat ging over uh, American football. En dan zie je gewoon dat er een aantal bepaalde spelers moeten zijn. Uh, je hebt quarterbacks, je hebt uh, nou ja, allerlei soorten taken binnen zo'n veld. Uh, en dan weet je van, ja, dit soort mensen moet ik hebben in mijn team. Mm. Wil, ik, wil, ik wil, ik, wil ik presteren? Ja. Maar... Goed, je hebt zo'n quarterback of je hebt zo'n ja? zo speler. Uh, wat wij dan gaan vragen is van waar haal je voldoening uit? En de ene speler die zal zeggen van ik heb het talent grenzen verleggen. En die willen altijd winnen. Die willen het altijd beter doen dan de vorige keer. En als ze een periode resultaten hebben die niet de goede richting uitgaan, dan worden die gedemotiveerd. Ja. Een andere speler zal het talent sterktearchitect architect hebben. En die zal zeggen van ja, als we niet gewonnen hebben, maar we hebben goed samengespeeld, dat is voor mij ook heel fijn. Um, de meetrekker, uh, dat zal de kapitein zijn en die zal zeggen: van, ja, Als iedereen op het veld precies datgene doet wat we hebben afgesproken, dan vind ik het super. En die zal ongelukkig zijn als, de, als het team niet volgens de instructies heeft, ge, heeft ge, gewerkt en dat betekent dat je dat dan weer bespreekbaar kunt maken ja, wat goed. Dus, uh, dus het gaat eigenlijk over van, hey, bijvoorbeeld een, een wielrenner hey. uh, wielrenners die hebben verschillende talenten hey. bijvoorbeeld ik ben fan van de, van de, de wielrenner Wout van Aert ja. wat je dan ziet in de Tour de France is dat hij zich drie weken lang opoffert voor zijn collega's en dat is omdat voor hem het individuele winnen niet, niet belangrijker is dan samen met mensen uh, samenwerken en een doel bereiken, dus die heeft volgens mij bijna zeker dat talent, sterkte architect en dat betekent als je aan de hand van de talenten die de identiteit van een sporter of een collega kunt, kunt ontdekken, dan snap je ook heel goed wat die behoeften zijn. En welke soort omgevingen die gaat bloeien, maar ja. welke soort omgevingen die ongelukkig zal worden. Wel, want dat was een van de, van de zaken. Ik, ik had je gevraagd: wil je het persoonlijks meenemen? Uh -huh. uh, dat zien we nu even. Ik uh, kan even kijken of we hem kunnen bij. Gaan we zo even naar beneden? Kan dat? Op? Ja, het een mijn Ja, je wielrennetjes. Kijk. Uh -huh. En uh, 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 en, en dat is eigenlijk jouw persoonlijk ding hè? Doe je fietsen trouwens zelf dan? Ja, of niet? Af en toe fiets ik zelf. Ja? Maar ik ben vooral enorm gepassioneerd, ook al als kind ja? van wielrennen. En uh, ook omdat het in, in Vlaanderen, in mijn geboortestreek, heel veel gebeurde. Ja. Um, maar en ja, op een of andere manier is, is het een passie geworden. Wij hadden de, in de straat uh, hadden wij allemaal een volledige zak vol met van die metalen rennetjes. En ja, dan ja, ja. maakten wij een heel peloton en dan speelden wij Ach, de, Tour de France. En dan ging dat van de, van de keuken naar de woonkamer. Ja, wat en goed. Een volledig peloton. Uh, oh, goed. En, um, en wat ik vooral zo fantastisch vind, is um, ook, ook de diversiteit. Van, van, zijn, voor mij zijn dat een beetje helden ook. En, ja. uh, en wat je dan merkt, is, uh, ik geef dan het voorbeeld van die Wout van Aert. Um, ...dat je dan ziet dat, dat ook die verschillen in die talenten een enorme impact maken. Hè. Die man heeft een, uh, een ongelooflijk ongeval gehad vorig jaar in de Tour. Ja. Dat is de tijdrit. Um, is hersteld. maar zijn doorzettingsvermogen is fantastisch. En tegelijkertijd is het samenwerken is een teamspirit. Hè. En, uh, en gewoon willen, willen winnen. Willen winnen, dat, ja, is, dat, is, dat het is het. Dat is fantastisch. Ja. 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 Dus, uh, ja. dus eigenlijk zeg je, je hebt een team. Oké, okay, dan hebben mensen wel vaste, een, 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 een vaste taak hè, binnen dat team... Maar om elkaar beter te leren begrijpen, als je weet van wat het supertalent is van iemand, ja. dan kun je daar als team ook wat rekening mee houden. Om maar een voorbeeld te geven: je hebt dan Ala Philippe. Alaf Philippe is dan uh, wereldkampioen geworden. Ja. Je voelt heel duidelijk aan bij Ala Philippe dat dat veel meer een, een Einzelganger is. Ja. Veel meer een individualist is. En die wel goed kan functioneren in een team. Maar die heeft veel minder dat samen dan wat Wout van Aert heeft bewezen van spreken. En als je dat snapt. Uh, en dan kun je mensen ook op een goede manier met elkaar combineren. Dan begrijp je ook dat die persoon misschien veel meer tijd nodig heeft voor zichzelf, voor zijn eigen ruimte. Ja, ja, ja. Uh, ja. Heb, heb je dan ook met het talent ontwikkelen? Hè? Als mensen de test hebben gedaan, dat je denkt: nou, weet je, met mensen met deze capaciteit, ik heb er even mee gesproken, dit zou echt een geweldige baan voor hen zijn. Wel, um, als, je, als je tien. Uh, chirurgen neemt, ja. dan ga je, ga je zien dat tien chirurgen verschillende combinaties van talenten hebben. Wat je niet kunt doen is zeggen van, als je die talenten hebt, moet je die baan doen, waarvoor heb je ook de interesse, uh, de vaardigheden, ja. de kennis en de opleiding ja. van iemand nodig. Maar wat je wel perfect kunt gaan omschrijven is welke soort omgeving je hebt uh, nodig hebt om je goed te voelen. Ja, um, en elk van die talenten geeft een aantal kwaliteitscriteria aan. Van kijk, als, als de omgeving daaraan voldoet, dan zal je vanuit dit talent je goed voelen in die omgeving. Ah, en dat betekent ja, ja. dat je dus contexten kunt gaan bouwen of kunt gaan zoeken samen met mensen. Ja, dat begrijp ik. En, maar het lijkt me zeer waardevol voor teams. Ja, absoluut. Hè. Om teams super te laten samenwerken. Ja. Absoluut, absoluut. He. He? En dat is het leuke he, dat je als team uh, die tool kunt invullen en dan krijg je een lijstje van je talenten, dat je erover in gesprek kunt gaan met elkaar en dat je kunt begrijpen hoe het komt dat je met die collega goed klikt ja. omdat je op hetzelfde moment hetzelfde denkt in een bepaalde meeting en dat je soms, soms meer verschil voelt met een andere collega, maar dat je dan kunt begrijpen dat daar een talent achter zit. He. Ja. Dus uh, ik bedoel, ik kan zeggen van, goh, ik vind jou soms druk en ik heb het een talentsfeervoeler en je hebt het talent bezig erbij. Ja. En, vanuit het talent sfeervoeler kan ik er een beetje geïrriteerd van worden, van hoe jij dan soms gejaagd bent. Hè? Ja. En voor je het weet, hebben we zo'n feedbackgesprek. Maar als ik begrijp dat jij het talent bezige bij hebt. Ja. En dat je soms hè, een beetje onder stoom komt te staan. Dat ik het talent sfeervoeler heb. En dat die bezige bij snapt dat ik spanning heel snel aanvoel. Dan heb je een manier om het daarover te hebben. Ja. En dan kan je ook afspraken maken van hoe kan ik op het moment dat jij kips onder kop wordt. <laughs> hoe kunnen we dan ja. afspraken maken dat ik even de rust kan hebben om toch, toch dingen rustig te doen? En ja. misschien moeten we dan afspraken. Maken dat ik dan misschien een dagje thuis werk, ja. of dat ik jou erop mag wijzen dat jij dat je dat jij over je grenzen gaat en ja. zo ontstaat een productief gesprek omdat je vertrekt vanuit het onderliggende talent en niet vanuit een soort gebrek van iemand anders of een tekort van iemand anders. Dat helpt toch niet, nee? Wat mooi, want ik weet zeker dat mensen dit kijken of luisteren en die denken: van ja, dit is dit is heel herkenbaar mm. He? van Hoop om, ik, ja. uh, want uh, uh, dan zou je al heel veel je zou heel veel conflict situaties al kunnen benoemen. En dan zeggen van, oké, okay, dat betekent gewoon dat je op die manier, ja. om elkaars talenten te erkennen, dat op die manier kan oplossen. Ja, absoluut. Mooi hoor. Um, en als laatste, hoe bouw ik kennis op en losse problemen op? Uh, ik ben een ontravelaar. Wat, wat is een, een ja. ontravelaar? Dat, mensen met talent ontrafelen, dat zijn mensen die houden van vraagstukken of problemen waar best veel techniek of data of gegevens mee mogen te maken hebben. Ja. Dan gaan ze dat uitzoeken, soms te lang. Ja, ja. En dan, dan zoeken ze een structuur of logica. En als ze die structuur of logica kunnen ontdekken in iets wat complex is, dan worden ze ontzettend blij van. Ja. Dan halen ze veel voldoening uit. En waar ze vaak ook zeer goed in zijn, is om iets wat iets complex is op een heldere en duidelijke manier uit te leggen aan anderen. Ja. Het zijn collega's die als er een meeting is en er wordt een nieuwe visie uit de doeken gedaan. Met een powerpoint, zijn het de collega's die het snelst zien dat er iets niet klopt in het verhaal. Ja. En dan stellen ze soms van die vragen die degene die vooraan staat uh, en presenteert niet leuk vindt. Nee. Omdat ze op, de juiste, op het juiste punt drukken waar het fout gaat. En ze ja. moeten dus leren om, om warm op de relatie, maar hard op de inhoud vragen te stellen. Dit is allemaal een keer gebeurd in mijn ja, leven. Dat kan ja, dat Ja, ja. 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 ja dit is precies. Het is misschien even een leuk bruggetje. Ja. Uh, ik heb, uh, 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 en als mensen dit ook later horen, ik heb een uh, webinar. En die gaat een hele lange tijd lopen. Uh, dat is de 7 Mind Resets om geld te verdienen via social media. Als je naar academy.nl gaat, dan kun je daarvoor uh, inschrijven. En dat heeft te maken inderdaad dat ik, een, uh, uh, dat ik inderdaad een ontrafelaar ben. Dat ik heel veel uh, complexe materie heb uh, getracht te versimpelen. En dat wil delen tijdens deze uh, webinar. Dus vandaar moest ik er even aan denken. Ja, dus dat super. is, uh, is uh, super leuk. Um, ja. Dus er, ik, ik ben daar heel blij mee. Ik ben heel blij met, met, uh, met, uh, met een stukje zelfinzicht. Ik vind het leuk ook om testen te doen om weer achter jezelf te komen. Om weer een soort status quo te bepalen. Van oké, okay, wat, wat houdt het voor mij in? En uh, wat ik misschien wel een van de meest grappige dingen vond, dat ik achter, ja, dat wist ik al van mezelf. Maar uh, dat ik uh, uh, die combinatie tussen met mensen samenwerken en uh, ook alleen werken. Toen dacht ik van verrek. En dat is dus onbewust gebeurd. Dat ik Advertising Heroes uh, is echt samenwerken. En Academy is alleen. Ja. En daar ook ik heel blij van. Ja. Wat, wat interessant is. He, er zitten ook paradoxen onder. Bijvoorbeeld die mensen met het, een sterkte architect. Die vinden het heel erg belangrijk om samen te werken. Ja. Samen vinden ze belangrijk. Ja. Maar ze ergen zich aan het feit dat sommige mensen tijd nodig hebben voor zichzelf. En die autonomie nodig hebben. Ja. En voor je het weet gaan ze die mensen uitsluiten. Dus dat ja. betekent hun hoogste waarde is inclusie. Ja. Maar iemand die nodig heeft aan eigen ruimte, terecht uitgesloten te worden door mensen met een sterkte. En dan is het goed om die mensen zich daar, daarvan bewust te laten worden. Van, snap ook dat sommige mensen het niet altijd leuk vinden om het samen te doen. Ja, 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 ja. Maar snap ook als je heel veel behoefte hebt om dingen alleen te doen, dat het voor jouw collega's niet leuk is als je al te veel dingen alleen doet. Dat ja. je ook weer de verbinding zult moeten aangaan. Ja. En hoe doen we dat dan als team? Dat leidt tot zeer leuke gesprekken. Ja. Ja, dus wel grappig. Vroeger had ik uh, dat vrienden, daar kwam ik uh, ik kwam eigenlijk nooit naar verjaardagen toe. Had ik altijd een hekel aan. Ja. En, maar dat hoeft ook niet. Dan zei ze, dan hoorde ik altijd van achter de shak maar. Ja. Maar herken je dat als ja. je naar een ja. feestje gaat, uh, dat chitchatten, dat vind je dan niet fijn. Maar als je een diepgaand gesprek kunt voeren met iemand die ergens over gaat, dan word je wel ja, blij van. daar word mij. ik wel blij van. Ja. Absoluut, ja. absoluut. Uh, en, en, en dat is ook, uh, uh, ook veranderd. Vroeger ja. vond ik dat chitchat uh, uh, soms superleuk. Maar, uh, maar nu vind ik inderdaad, uh, uh, ja, inderdaad gewoon op inhoud. Ja. ja, dat vind ik gewoon vind je uh, geweldig. Ik zien maken, ja, ja. Super, ja. Ja, ja. ja, daarom, ik, heel herkenbaar. Wat ik ook heel grappig vond, is het: uh, misschien zou ik dat nog even kunnen benoemen. Uh, in jouw boek las ik ook het verhaal van de schoenenpoetser. En dat ja. heeft te maken met de handleidingshypothese. Wat, wat is de handleidingshypothese en wat heeft schoenenpoetsen daarmee te maken? Ja, er was een schoenenpoetser <laughs> in Cleveland en, uh, en uh, ik raakte in gesprek met hem. En uh, ik zei goeiedag en hij vertelde zijn leven. En hij zei van ja, uh, een van de mensen die voor mij het meest dierbaar is, die heeft ooit gezegd what doesn't kill you makes you stronger. En dat vond ik een hele mooie uitspraak. En ja. de handleidingshypothese, dat betekent dat we allemaal een handleiding hebben. En dat betekent van als je kunt aanvaarden dat je bent wie je bent. En je kunt ook aanvaarden dat je niet bent wie je niet bent. En dat is voor veel, heel veel mensen al heel moeilijk. Ja. En als je vandaag positieve keuzes maakt om in je talent te stappen en de dingen te doen in je leven die aansluiten bij je, bij je, bij je talenten. Dan kan je fantastische dingen doen. Hè. En dan kan uh, je ook heel veel terugzien komen van datgene wat je geïnvesteerd hebt, ook financieel. Ja. Uh, maar dan moet je dat wel durven. Maar dat betekent dus ook accepteren dat de dingen die niet leuk waren in je leven, dat die ook een bron kunnen zijn van inspiratie en motivatie om bijzondere talenten te ontwikkelen die je nooit zou hebben ontwikkeld. En bijvoorbeeld, veel mensen met een talent sfeer voelen. Die zijn opgegroeid in een omgeving waar het soms niet fijn was. Hè. Die zijn misschien soms gepest geweest. Of die, had, die leefden thuis met, met een ouder waar er problemen mee waren. En die hebben voelsprieten ontwikkeld. Maar die voelsprieten die zijn wel een, een asset voor het leven. En als je die dan op een positieve manier kunt inzetten en benutten om dingen te doen in je leven met die talenten, ja, dat is toch wel geweldig. Ja, Terwijl je ja, uiteraard klopt. zaken hebt meegemaakt die, die, die zo schadelijk waren dat je dat niet kunt rechttrekken. Nee. Uh, nee, nee, maar dat is dus eigenlijk van, de, van wat je hebt meegemaakt daar een kracht van maken. Ja, dat proberen ja. Ja, ja, wat mooi. Ja, eigenlijk is dat ook wat, wat we eigenlijk allemaal doen toch in het ja, leven. Absoluut, ja. Hè? Dus dat is een stuk ontwikkeling. Uh, daarbij uh, we hebben het ook even gehad over de, de over survive. Maar wat is wat is, het, wat is het verschil tussen de krachtveld survive en energize? Hoe moet je daarmee omgaan? Wel. Um, wat, 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 ik, wat ik soms doe in een organisatie is een soort opstelling maken waar mensen gaan staan op een, op een continuum van: ben ik nu vooral aan het energizen? Dat betekent dat ik voldoening haal uit mijn werk? Ja. Of ben ik een soort survival mode? Uh, en wat ik dan doe, is het doorvragen op het overleefgedrag. Uh, maar ook de vraag gaan stellen van... Wat maakt dat ondanks het feit dat jij aan het overleven bent... Dat je het nog altijd de moeite waard vindt om elke dag in je auto te stappen... Om naar het werk te komen. En dan proberen we de diepste bronnen van motivatie te gaan bij mensen... Om te kijken hoe we van daaruit stappen verder kunnen zetten. Maar het laat ook toe om te accepteren dat wij altijd... Op een of andere manier in ons leven tegelijkertijd aan het energizen zijn. Ja. En tegelijkertijd aan het surviven zijn. En misschien gaat het goed op het werk... Maar gaat het thuis niet goed? Misschien gaan bepaalde aspecten van het werk goed en andere niet. Um, uh, en ook het loslaten van de norm dat je altijd gelukkig moet zijn, dat het altijd goed moet gaan. Want het is niet omdat je ervoor kiest om bij je talent te gaan staan dat het een soort goedkope formule is om, om, om altijd plezier te hebben of plezierig te hebben. Hè. Je kunt bijvoorbeeld ook uh, in zeer moeilijke omstandigheden werk doen wat aanstunt bij je waarden, ja. wat gedurende een bepaalde periode helemaal niet plezierig is. Maar je doet het wel omdat je gelooft in die waarden. Ja, en dat is, dat is, ja, en, en dat is altijd het laveren tussen die twee. Hè? Tussen ja, energize het. en uh, ja. survival. Wat ik, wat ik ook heel leuk vond... en dat is iets waar ik me helemaal in herken... en ook even compliment voor Maaike, mijn partner. Mijn vriendin. Partner klinkt hier zo. Uh, uh, dat is uh, op zoek naar de ideale partner. Ja. En wat ik echt... Uh, en toen dacht van jeetje, ja, dus inderdaad... Uh, de, de, je schrijft dat de ideale partner bij Talent in Actie is... iemand die ruimte creëert voor jou om te doen waar je goed in bent. Ja. En daarvoor kan genieten... Uh, uh, of iemand met hetzelfde talent. Ja. Ja, ik heb daar nu toevallig een nieuw boek. Nou, het is een mooi bruggetje, ja, hè? Ja, het He? mooie bruggetje. Dat is het boek uh, uh, Kiezen voor talent in de liefde. Ja. En het uitgangspunt van dit boek is: Je bent getrouwd of je leeft samen met je positieve illusie. Ja. En dat betekent, in een goede relatie heeft de ene partner een positiever beeld van de kwaliteiten van de andere partner dan die partner zelf. En dat betekent dat die talenten die interageren. En dat betekent, als we bepaalde talenten gemeen hebben in een relatie, dan voelen we elkaar heel snel aan. Maar je hebt talenten die ik niet heb. En omgekeerd, en soms ga ik genieten van jouw talent. Maar soms ga ik me ook serieus ergeren aan jouw talent. En ja. dat kan zomaar van dag op dag wisselen. Ja. En als je die talenten van elkaar goed kent, dan kan je ook veel milder zijn. Want dan besef je dat het gedrag waar je op woensdag aan ergert, misschien het gedrag. Uh, misschien verbonden is met een talent waar je ooit verliefd op bent geworden, helemaal in het begin van de relatie. Ja, wat mooi, hè? Ja. Dus eigenlijk is en dat boek is ook nu uit natuurlijk. Ja, het ik is kies voor uit. In de en Er zit ook zo'n toegangscode in uh, waardoor je de online tool My Talent Builder kunt, uh, kunt invullen. Dus, uh. Dat is toch geweldig? Dus, uh, ja. dus uh, en, en ik heb hem van jou gekregen. Dank daarvoor. Ja, als je ja, 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 ja. Oh ja, dank. Dus ik, en uh, want ik vond het zo grappig. Ik, uh, ik, ik was dus dit, uh, jouw boek aan het lezen. Ik kies voor mijn talent. En toen dacht ik, ja, dit is precies wat, wat maak een schat van een, uh, van een vrouw doet die, die zorgt dat ik mijn ding kan doen. Fantastisch. Ja, toch? Dat en is uh, waarschijnlijk, hè? Ja, nee, we hebben alle twee uh, uh, we vinden het verschrikkelijk heerlijk om bij elkaar te zijn. Dat klinkt heel raar, verschrikkelijk hier. Nee. We vinden het heerlijk om bij elkaar te zijn, uh, maar uh, we zijn ook heel blij dat we alle twee onze eigen ding kunnen doen. Dat is prima. Maar dat past ook bij die talenten. Van ja, jou. daarom, daarom. Ja, en ja. dat heeft zij ook, dus. Ja, dat ja, is, uh. hey, ik vond het een superleuk gesprek. Ik heb, uh, we hebben veel behandeld van je boek. Er komen nog veel meer dingen in voor. Um, maar uh, uh, ja, ik zou het echt willen aanraden. Uh, uh, ook een soort status quo voor jezelf. Dus als mensen, uh, als je bent ondernemer professional en denk ja maar ik weet wel wat ik wil. Nou, lees hem dan toch eens even. Ik kies uh, voor mijn talent. En daar uh, zit een hele leuke online zelftest bij. Er zit een code in het boek. Die voer je online in. En neem dan even een half uurtje de tijd om die test serieus in te vullen. En dan krijg je een PDF, je, heb je meteen. Kun je meteen opslaan, een beetje wat je nu ziet in de link, uh, want uh, mijn leven staat nu weer op straat. <laughs> mijn talent, dat maakt niet uit. Maar ja, dan, dan, uh, dan, uh, dan kun je daarmee aan de, schang, aan, aan de slag. Uh, nou, ik wil je ontzettend bedanken. Ben ik iets vergeten? Wat essentieel is dat je zegt van. Uh... Ja, prima. Ja? ja. Oh fijn. Ja. ja, superleuk. Nou, ik heb uh, volgende week heb ik een uh, ook oh, weer een super inspirerende gast. Het is uh, Alex Lee Happo. Uh, wat is aan, aan de hand? Hij organiseert het High Impact Expert Event 2020. Met allemaal, uh, zoals hij zegt, topsprekers en topinspiratie. Uh, en uh, top en ja, je, je zal het niet geloven, maar ik spreek er ook. Dus dit wordt super leuk. Dan gaan we het over social media hebben. En ik geef wel een paar tips en tricks uh, weg. En ja, ik ben met hem uh, in de uitzending. En op een gegeven moment uh, uh, een, uh, een gast van mij die viel uit, die komt in uh, halfwege november. En daar vroeg ik aan hem van. Alex, wil jij het mijn gast zijn? Dan kun je wat vertellen over jouw event. En dan wilde hij natuurlijk, dus dat uh, wordt ook helemaal leuk. Uh, nou, uh, ben je nog meer op zoek naar inspiratie? Uh, uh, scroll dan even door Spotify, door alle podcasts. Want uh, uh, er zit een doos met kennis. En waar je er op dat moment zin en trek in hebt. Nou, gewoon even afluisteren. En uh, binnen een uur houden we het lekker compact. En toch wordt er veel besproken. Dus uh, nogmaals dank. Met veel plezier. Ja, en jij in een veilige terugreis ja. ook weer naar België. Dat doe ik. Ja. Ja, ja succes. En uh, tot uh, volgende week allemaal. Hoi. Dank. Advertising Heroes, reclamebureau maakt gebruik van 200 helden. Dit zijn professionals met minimaal vijf jaar ervaring in hun gekozen specialisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een fotograaf die een held is in sportfotografie. Een illustrator die kei is in het maken van fantastische cartoons of een voice-over die perfect past bij jouw merk. Verder werken we samen met een groot aantal tekstschrijvers, online marketeers, designers en meer. Met zo'n groot heldenbestand is er voor iedere klus altijd wel iemand te vinden die vakwerk kan leveren. Kennis moet je delen. Dat is ons motto. Om deze reden verzorgt Advertising Heroes ook diverse online en live trainingen op het gebied van Facebook, LinkedIn, Instagram en Mailchimp. Zo'n training kan de vorm hebben van een online zelfstudie, maar kan ook plaatsvinden met een kleine of grotere groep. Het is zelfs mogelijk om één op één, dus superpersoonlijk door ons getraind te worden. Bovendien komen we ook langs bij jouw bedrijf of eigen locatie om onze trainingen te verzorgen. We leveren graag maatwerk en passen ons aan jouw wensen aan. Advertising Heroes. Kennis is kracht.